De voorzitter van de BVL en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, Reshma Mangre, heeft aangifte gedaan tegen de penningmeester van de ALS wegens diefstal, smaad en laster. Dat zei Mangre gisteren op een persconferentie in het hoofdkwartier van de BVL als. De bondsvoorzitter zegt dat sinds ze de overstap heeft gemaakt naar de VHP er met vuil op haar wordt gesmeten. Zo wordt ze beschuldigd van dictatoriaal gedrag en zou ze middelen hebben verduisterd. Mangre benadrukte dat ze al die tijd juist de handen boven het hoofd van enkele bestuursleden heeft gehouden. Volgens haar zijn die vaker in de fout gegaan zonder dat ze daarvoor zijn gestraft. Daarom heeft Mangre gisteren aangifte gedaan tegen de penningmeester van de ALS. De penningmeester wordt beschuldigd van diefstal, smaad, laster en het verduisteren van de totale administratie. Ik vond het noodzakelijk om vandaag deze persconferentie te beleggen vanwege het feit dat ik, nadat ik bekend heb gemaakt dat ik mijn intrede doe in de politiek, dat ik zwaar op social media word beledigd, smaad, laster, maar ook allerlei valse beschuldigingen, aantijgingen naar mijn adres. En ik vind fijn dat ik de samenleving op de hoogte stel van de dingen die zich afspelen in de bond. Ik had er in feite geen behoefte aan, omdat het zoals het goed bestuur daarvan moet getuigen, worden interne zaken eigenlijk niet naar buiten gebracht. Voor elke organisatie geldt dat wanneer je interne dingen hebt, dat je probeert zoveel mogelijk dingen binnenshuis op te lossen. Mensen hebben waarschijnlijk, en zeker de actiegroep van de ALS, heeft kennelijk het doel, en dat is heel doorzichtig, om mijn reputatie te schaden. En ook, waarbij ze niet stilstaan, het imago van de BVL en de ALS te schaden. De persconferentie is trouwens vanmorgen gehouden. Mangre vertelt verder over het dispuut met haar tweede penningmeester. Ik wil u aangeven dat de eerste penningmeester vanwege haar zwangerschap had ziek gemeld. Nou, ze had lichte dienst van de dokter en op den duur kwam ze niet meer naar de bond. Toen hebben we in een bestuursvergadering toegezegd dat de eerste penningmeester, dat we het werk zullen laten doen door de tweede penningmeester. En dat is mevrouw Iman Suradi. Nou, mevrouw Iman Suradi was al hele tijd bezig. En wat blijkt, dat nadat we, het is gebruikt dat de kwitanties, wanneer er gelden worden opgenomen. En laat mij voor de goede orde stellen dat er een organisatie is. Daar heb je de voorzitter, de penningmeester en de secretaris die deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Nou, de penningen blijven bij de penningmeester. En ook de kwitanties en de bonnen en het kasboek. Wat er gebeurt is dat bij mijn aantreden, ik heb gezegd dat ik elke maand de bonnen check met de penningmeester. Nou, al geruime tijd zei ik er, laten we de financiële zaken afronden, want ik wil aan het eind van het jaar wil ik een financieel verslag produceren. Elke keer had ze een drogreden, dan is ze thuis vergeten, dan heeft ze buikpijn, dan kan ze het niet brengen, of dan is het in de auto. Nou, je zoekt er niks achter, want wanneer we hier werken, dan moet er een stukje vertrouwen zijn. Tot zover Reshma Mangre van de BVL als op een persconferentie van de BVL en de ALS.